allemaal, vandaag laat ik jullie zien hoe je deze Rainbow Dotted Bracelet moet maken met alleen een haak en geen loom. Ik ga vandaag precies dezelfde maken. Daarvoor pak je je haak en twee zwarte bandjes. Zet ze op je haak. Zo. Pak dan nog twee bandjes. Strek ze. Breng deze andere twee bandjes. Zet die erop. Breng het twee uiteinden ook op je haak. Zo. Hou achter twee over de voorste twee. Trek aan. Nu beginnen we met de eerste regenboogkleur. Dat is roze. Dus maak daarmee vier ringetjes op je haak. Zo. Pak dan een van deze lusjes. Zet die op je haak. Trek deze vier ringetjes eroverheen. Duw ze naar achteren. Zet het andere, haal het er even af. Doe de lusjes even goed. En zet ze dan beide op je haak. Dan pak je weer twee nieuwe bandjes. Twee zwarte. Zet deze erop. Beide uiteinden op je haak. Twee achterste over de twee voorste. En trek het aan. Pak nu je tweede regenboogkleur. Doe die ook vier keer op je haak. Zoek even eentje. Zet alleen één bandje dan op je haak. En trek dan de vier ringetjes overheen. Zet hem erop. Pak nu zet ze nu beide op je haak. Pak dan twee zwarte bandjes. Strek ze. Breng deze twee erover, op over. Zet dan de andere uiteinde ook op je haak. Achterste over de voorste. Trek het aan. Pak je weer je volgende regenboogkleur. Zet die vier keer op je haak. Zo. Eén bandje van die twee op je haak. Zet die vier ringetjes erop. Doe ze naar achteren. Zo. En doe dit totdat je armband lang genoeg is. Mijn armband is wel lang genoeg. Pak nu je CFS clip. Strek deze twee bandjes een beetje. Duw de S clip erop. Kan die van je haak af. Ga naar de andere kant, naar deze twee lusjes. Strek die ook. Duw die de andere kant van de S. Nou, kun je je armband omdoen. Dit was de video. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.